van eten. Vandaag ga ik een 10.000 calorieën challenge doen in 10 uur, zoals je aan de titel ziet. Eindelijk weer, ik weet dat er zoveel mensen hier hebben op gewacht. Ik ben ook heel erg hyped. Ik heb eigenlijk ook een beetje zin in. De 10.000 calorieën challenge heb ik al een keer eerder gedaan, maar daar had ik gewoon een hele dag voor. Vandaag ga ik het in 10 uur doen. Het is bijna 2 uur en ik ga door tot 12 uur. Qua rekensommetje heb je dan eigenlijk 1000 calorieën per uur. Veel mensen vragen zich af, waar is deze challenge goed voor? Eigenlijk alleen voor maak. Het is echt niet goed voor mij. Dit is volgens mij al de 6e keer dat ik zo'n calorie challenge doe. En ze worden goed gewaardeerd. En ik vind het leuk om jullie te vermaken. Laatste regels. Je mag niet je calorieën drinken bij deze challenge. En ik moet het dus in 10 uur doen. Dan wordt proppen. Nu komt even het weegmomentje wat ik altijd doe. Even kijken hoeveel ik ervoor weeg en hoeveel ik er na weeg. Dus wat 10.000 calorieën in 10 uur met mij doen. Even kleding uit. Oké. 14,4% vet. Maar waar het eigenlijk om gaat, 88,3 kilo. En dat is echt weinig. En een botje. Kijk, ik ben een botje. Allemaal botje. De eerste maaltijd wordt een challenge in een challenge. Jullie gaan het zo zien. I wanna fucking... Deze zag je niet aankomen, hè? Tuurlijk wel. Standaard dingen. Twee kapsalon. Twee grote kapsalon. Het is nu 3 voor 2 en ik wil echt om 2 uur eten, want elke minuut is verloren tijd. Dus hopelijk hebben ze hem snel klaar voor me, want ik heb ook honger. Oké, het is 6 over 2, de challenge gaat nu beginnen. Ik heb die andere nog heel even achtergelaten, zodat hij warm blijft. Laten we beginnen met de eerste kapsalon. 2 grote kapsalons hebben 3600 calorieën, dus een challenge in een challenge. Kan ik 2 kapsalons op en kan ik 10.000 calorieën in 10 uur eten. Die groentes die skip ik gewoon even nu. Die zijn wel lekker, maar misschien voor zo. Oké. Lekker. Met de 12.500 calorieën challenge had ik 2 kapsels in ongeveer 12 uur tijd. De ene in de nacht en de andere de volgende dag. En toen kreeg ik het zo moeilijk met die frietjes. Die vond ik echt niet meer lekker. Dus wat ik nu doe, is vooral eerst een beetje die frietjes eten. Nu ik moet trekken. Kut. Mijn vork is afgebroken. Ik wil niet een stuk plastic eten. Oh wacht, kijk hem hier. Wow. Mijn dood. Ik ga niet dood van al die calorieën, maar wel van... Ik heb moeite met 1 kapsel, oh mijn god. Hey. Nog niks, die slade skip ik, dat is geen calorie. Hoppa. Boom. Oké, deze is weg. Even een update. Ik voel me best wel gekild, qua niet vol, maar ik heb gewoon geen zin op dit moment. Dus wat ga ik doen? Ik ga even een watertje halen. Ik ga zeker even wachten, want ik wou eigenlijk mezelf ook 1 uur geven voor deze hele zitting. Deze kapsalon was best wel moeilijk. Niet qua de spullen, maar gewoon meer, ik heb genoeg gehad. Ook wel weer wel hoor. Het heeft me echt wel een beetje goed gedaan. En die ene kapsalon heeft me echt niet gevuld. Nou ja. Het is nu bijna 15:15. Ik heb 22 minuten de tijd om in 1 uur 2 kapsalons te killen. Let's go. Dankjewel man. Het is dus 15:45. Donderdag 21 juni. En ik begin aan mijn 2e kapsalon. Let's go. Ik heb er een beetje zin in. Een beetje. Deze keer jongens eet ik wel de tomaat. Ziet er zo lekker uit. Ah.
Het is weer begonnen. Ik wacht wel, maar ik huil van binnen. En jullie begrijpen dat niet. Echt niet leuk om te moeten cheaten en moeten eten. En ik word er zo moe van. Van het kouden, van het eten, met die suikers die. Weet je hoe ik me voel? Ik voel me alsof ik ben uit geweest en fucking dronken ben en ben je echt zo. Gewoon door de moeheid en het eten, ik weet het niet. Frietjes geven je die vet en die koolhydraat boost gewoon van energie en dan opeens. Oh, dit slaat nergens op. Ik wil bijna lopend eten, zodat je gewoon verbrand bent eten. Even de status. Ik wil gewoon een beetje op de helft als ik dit weg heb. Ik heb nog een klein kwartiertje. Ik schrik met de tering. Tweede watertje. Jezus, het is zo gek. Als ik dan water drink, voelt het wel even chill, maar daarna krijg je een klein beetje een halve misselijkheid ofzo. En dan besef je een beetje hoeveel je gegeten hebt. Dus voor mij is water niet echt een meewerkende factor. En die frietjes, vreselijk. Die dunner blijft goddelijk. Ik heb haast niet meer door mijn keel. Oké, het is dus 1 over 3. Ik heb nog zeg maar 6 minuten om een uur bezig geweest te zijn met deze kapsalon. Maar soort van wel een uur bezig met de challenge. Want ik tel gewoon 2 uur en ik wil voor 12 gestopt zijn, klaar zijn. Ik heb deze challenge, die mini challenge, niet gehaald. Maar ik ben wel fair. Want kijk even jongens. Heel klein beetje dunner. Maar bijna alleen maar frietjes. Ook haast geen sla. En sla telt natuurlijk niet echt voor calorieën. Maar wij tellen voor dit zeker wel 3/4. Je weet gewoon niet precies hoeveel die frietjes zijn. En 1 kapsalon is dus 1800 calorieën. En een 3/4 kapsalon is dan 1350 calorieën. En ik ben best wel goed in rekenen, dus ik sta op 3150 calorieën. Dus bijna op 1/3 van de 10.000 van deze challenge. Terwijl ik maar 1 uurtje bezig ben. 10% van de dag. Dus ik heb heel veel moed. En ik ga even wandelen met hem. Misschien alvast wat boodschappen doen. En we gaan zo meteen kijken wat maaltijd nummer 2 wordt. Over 4:30, dat betekent dat ik 2,5 uur met de challenge bezig ben. Dat is 1/4. En ik heb nagedacht en ik wil voor 7 uur boven de 5000 calorieën zitten. Want dan zit ik op de helft, want dan ben ik 5 uur bezig. Ik zit nu op 3172 calorieën met mijn 1275 gram kapsalon. Dus meer dan 1 kilo aan kapsalon gegeten. Vreselijk. Ik zit echt nog goed, maar ik moet wel eten. Dus, ik ga naar het volgende eetentje. Ga je nu mee? Club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Oké, ik moet kiezen tussen 16 hot wings of 27. Voor 16. 16? Ja. Dat is nog niet. Nee, dat is nog niet. Oké. Oh, ik heb echt geen trek, maar hot wings vind ik best wel lekker. En 16 stuks is niet zo heel veel, dus... We gaan ervoor. Het zonnetje schijnt. Goeiedag. Emma. Dankjewel man. Oh, lekker. Het zijn grote. Volgens mij 70 calorieën per hot wing. Dus 70 keer 16.
280, ik denk iets meer dan 1100, 1200 calorieën. Ik hoop dat ik het opkrijg of dat jij trekken. Volgens mij geven ze me extra grote. Kijk, deze is veel kleiner. Ja, liefst niet aanzitten, maar als ik het niet ook krijg. Kijk, er zitten echt verschillen erbij. Kijk, dit vind ik groot. Ja, dit zijn twee kleine. Dit zijn twee grote. Wel een groot verschil. Ik vraag me af of ze daar op letten. Gewoon welke ze erin stoppen. Ik denk het echt niet. De ene keer heb je muscle dus. Als je juist veel wil. En ik heb in dit geval pech, denk ik. Omdat ik zoveel groot heb. Volgens mij ben ik op de helft. Waarom vinden mensen dit leuk om te zien? Nog geen enkel persoon ervaart dit normaal met een camera. Iedereen kijkt dus echt aan. Wat is hij aan? Hoe filmt hij zichzelf? Terwijl die kip zit eten. Ja! Nog 4! Ik zit op 12! En deze f***ing groot heb ik voor het einde bewaard. Oh, ik krijg het niet meer weggekauwd. Zo, we did it. Ja, er zitten wat kruimels op de ding, maar de kip is echt weg. Ik zeg ook altijd, die Nederlanders laten al die kip hangen en die Surinamers die wrijven hem tot het bot. Dat op zich ben ik bijna een Surinamer. Hey, ik kom uit Suur, ik eet veel kip. You did it. Dankjewel man, dankjewel. Ik geloofde niet in mezelf, echt niet. Bij 12 dacht ik echt, ik heb geen zin meer. Maar jongens, laten we eerlijk zijn. Hoe vaak ben ik op mijn bek gegaan? En verwachten jullie nu een succes van mij? Knal vast op de like, als je deze keer wel in me gaat geloven. Knal op de like. Tegenzin. Oké. Mond is leeg. Het is 5 over 5. 3 uur bezig met de challenge. En ik zit dus op ongeveer, denk ik, 4000 calorieën. Dus 40% ongeveer. Ik ga zo berekenen precies hoeveel. Of je ziet het nu in beeld. En wij gaan even terug naar huis. En het regent niet meer. Hoi. Nu zijn we aangekomen bij het shopgedeelte van deze video. Want we gaan naar de supermarkt. Niet nieuwe schoenen kopen. Nee, het is een calorie challenge. En ik ga op zoek naar dingen waar ik zin in heb. En het wordt steeds moeilijker. Ik zei net al tegen hem. Ik wil misschien nog 1 fastfoodketen opzoeken. En dat is waarschijnlijk dan de Mac. Elke keer ga ik naar de Mac. En toen zat ik te denken. Maar wat vind ik nu lekker bij de Mac? Waar heb ik nu zin in? En ik heb bijna nergens zin in. Misschien in 1 Big Mac. Maar voor de rest... Het wordt steeds lastiger en ik eet bijna altijd dezelfde dingen op zo'n calorie challenge. Maar ik ga toch een beetje proberen variaties erin te brengen met wat leuke dingen van de supermarkt. Dus laten we daarheen gaan. Tata's Be Like, neem je eigen tasje mee omdat het 25 cent scheelt. Oké, ik heb mezelf buitengesloten. Echt? Ja, ik heb geen scootersleutels, geen geld, ik zweer. Dit is echt zoiets met mij, met mijn camera, ik zweer. Volgens mij, of ze liggen daar. Ik zie ze niet. Oké, natuurlijk ga ik weer naar de croissantjes. Veel calorieën, samen met Nutella. Ik heb een keuze gemaakt. Chocolate fudge van het huismerk en Ben & Jerry's birthday cake. Nog nooit geprobeerd. Maar even een risico nemen en anders heb ik altijd nog deze. En Jillian betaalt, want ja, ik ben mijn portemonnee per ongeluk vergeten. We hebben net even die thumbnail geschoten, die zie je nu in beeld. En nu uitgekomen met mijn chips. En deze vind ik echt zo lekker, maar ik mag het nooit van mezelf. En vandaag mag het, dus deze wordt het. Heel simpel. Ik kijk niet naar het zout, ik kijk niet naar de calorieën, puur voor de smaak. Yes! Ik ben helaas nog niet op de helft, want ik zit nu op 4292 calorieën. Na deze maaltijd wil ik sowieso boven de 5000 zitten.
Ik weet dat roomboterkroissantjes veel calorieën hebben en Nutella ook. Dus deze combinatie vind ik echt top. Ik ga even genieten in ieder geval. Elk roomboterkroissantje weegt ongeveer 60 gram. Ik heb ze al een keer eerder gewogen, maar ik zal het voor de zekerheid nog een keer doen. Yes! Zoals je ziet, 60 gram weegt deze en deze weegt 56. Dus ja. De meeste mensen weten wel, ik ben van de eerlijkheid. Als ik een challenge niet haal, dan haal ik hem niet. Ik doe niet aan vals spelen. Nutella zet ik erop. Hij zegt het potje met 200 gram Nutella weegt 369. Maar dan klik je nog een keer op het aanknopje en dan geeft hij 0 aan. Dus alles wat ik er nu uit ga halen, gaat hij in de min. Oké, let op. Dus dit is 27 gram Nutella. Zo werkt het. Mijn doel is ongeveer 100 gram Nutella voor alle 4 croissantjes te gebruiken. Maar ja, ik weet natuurlijk niet of ik alle croissantjes ga opkrijgen. Let's go. Maaltijd start iets voor 7:30. Oké, eerst ging ik snel naar binnen. Maar ik kreeg wel al van die Nutella een beetje dat misselijke gevoel. Maar daar luisteren we niet naar. Oké, ik moet het hier even bij houden. 7:30, 5043 calorieën in totaal. Deze maaltijd zorgt ervoor 750 calorieën. 480 calorieën van de croissant, 270 calorieën van de 50 gram Nutella. Dus ik heb nog 2 croissantjes en ik heb nog 150 gram Nutella. En nee, ik zit niet helemaal vol, maar ook weer mijn trek was gewoon weg en dan word je gewoon een beetje misselijk. En ik heb geen zin om alles er weer uit te spugen aan de ene kant. Aan de andere kant wel. Nee, geitje. Wow, zag je die? Dat was heel bizar. Ik proefde hot wings terwijl ik net dit heb gegeten. Oké, maar dat is niet interessant. Wat wel interessant is, is dat ik zo snel mogelijk weer een volgende maaltijd ga killen. En ik denk de McDonald's. En ik heb nog genoeg thuis om mezelf te verwennen. Oké, doe. Oké, ik ga nu door naar de Mac en daar ga ik een Big Mac halen. Ik zat echt lekker thuis. Ik dacht niet aan eten. Ik was even mijn video online aan het gooien, die van Hans. Check die ook even. Opeens dacht ik van, hey, ik ben bezig met een challenge. Het wordt later en later. Het is nu 7:30. Dus ik rijd snel door naar de Mac. Ik ben helaas alleen. Julien is naar school. Tijd voor een Big Mac. Ik ga er denk ik 2 halen, want 1 Big Mac heeft maar 500 calorieën. En dan kan ik net zo goed een chocoladereep thuis eten. Maar nu ik Nutella heb gegeten, heb ik ook even geen zin in chocola. Het is echt niet makkelijk. Oké, het is heel gek. Ik heb maar 3 maaltijden op en het is 7:30. Dan denk je echt van, Anthony, wat? Waar zeur jij over? Maar ik snap het ook niet. Maar ja, ik ga hem halen. Let op. Goedenavond. Goedenavond. Is er een even alsjeblieft? Yes. Dankjewel. Goed. Jij ook. Lekker! Oké, nu gaat Anthony niet in de auto eten, maar op een spot zijn tripod gooien en daar eten. Eerste Big Mac. Hashtag no shame. Iedereen kijkt naar me. Bij dit gedeelte van de challenge. Dus dat begrijp ik. Maar die andere Big Mac ga ik zo thuis aan mijn vader geven. Die vindt dat ook wel lekker. En ik ga zelf nog een McChicken halen. Want die vind ik eigenlijk heel erg lekker. En die heeft ook nog best wel wat calorieën. Iets met kip heeft toch meestal wat meer eiwit en iets minder vetten dan zo'n hamburger. Maar alsnog, je moet nu gaan voor keuzes. Net zoals die Dorito chips. Daar heb ik best wel zin in straks. Oh. Dus we gaan nog een keer door de drive-thru. Die heeft een McChicken. Ja, Big Mac. En wat is er mis met die Big Mac? Ja, die ene ging nog wel, maar ik vond hem niet echt, je kan het zien. Een beetje koud achter. Ja. Oh, eentje alleen. Ja, die andere heb ik nog wel, die vond ik lauw, maar deze. Dat is wel relaxed. Heeft mijn vader nog een warmere. Helemaal top. Yo. Oké, even kijken. Ik ga wel door naar huis en dan eet ik daar die McChicken. Dan heeft mijn vader ook nog een hete Big Mac. Ga dan wat mee, leeg dan. Nee. Ja, Big Mac. Aardig? Geen. Ja, lief. Ja, zeker aardig. Top man.
mijn vader was er blij mee. Hij vond het aardig. En dat zijn goede dingen. Dus, ik heb een broek onder de saus. En ik heb een McChicken. Dit is ook ongeveer 500 calorieën. Ik zal zo meteen zeggen, als ik deze kan killen, hoeveel calorieën ik zit. En het is nu precies 8 uur. Ja, nee, het is 8 uur. Geloof me nou maar. Lekker hoor. Ik heb vandaag een hele familie opgegeten. Hij is weggewerkt. Even de calorieën invoeren. Ik ga die heel eerlijk zeggen. Ik ben heel erg eerlijk. Want ik zag meerdere McChickens in mijn fitnesspel staan. En eentje met 410 calorieën. Maar die heb ik niet aangeklikt. Er waren meerdere die zeiden 360. Trouwens, ik ben zo dom. Deze zegt 450. Nou, dan gaan we gelijk naar die. Daar doen we niet moeilijk over, hè? De Mac heeft nu gezorgd voor 959 calorieën, dus bijna 1000. En ik zit nu op 6002 en ik heb nog 4 uur te gaan, iets minder. Het is namelijk 7 over 8. Ik moet 1000 calorieën per uur gaan eten en het wordt heel erg lastig. Ik had ergens anders nog meer tijd moeten winnen. Ik had een heel sterk begin, 3000 calorieën in een uurtje. Maar ja, ik moest zo lang bijkomen van die. En die Hot Wings hebben ook niet echt geholpen. Dat was net aan 1000 calorieën. Dit telt ook niet zoveel. Dus of ik moet nu echt elk uur 1000 calorieën erin rammen, of ik moet 2 keer 2000 doen en dan zit ik er. Oké, jongens, ik ga wandelen om deze chips te verdienen. Deze heeft ongeveer 900 calorieën, dus eigenlijk te weinig. Maar die wil ik echt wel zeker iets voor 9 uur op hebben. Ik ga wandelen, want ik moet hem verdienen. Geintje, natuurlijk niet. Verdienen, nee, laten we het noemen. Ik moet zorgen dat ik ruimte heb. Dus ik ga wandelen, ik ga verbranden en zie jullie zo voor 9 uur voor deze zak chips. Waar ik echt heel veel zin in heb. Aan de ene kant wel, maar aan de andere kant niet. 9 uur is 9 uur, hè jongens. Hier zit 185 gram in, bijna 1000 calorieën dus. En chips kan best wel vullen. Ik vind het wel een lekkere zak chips. Dit ziet er best wel veel uit. Meestal als ik het niet zie, geniet ik meer. Maar ik vind het wel wat eerlijker eruit zien als ik gewoon uit deze mooie schaal eet. Doritos, welke was het ook weer? Sweet chili pepper flavor chips. Ja, misschien. Niet per se hoor. Wat ben je eten dan? Ik zit nu aan mijn Doritos. Ik heb wat motivatie dan. Ja, ik heb Milk Arena en ik heb nog die ijs. Dus je mag ook nog een ijsje van mij eten. Ja, is goed. Ik kom er nu aan, ja. Is goed man, tot zo. Aight. Het wordt even minder saai zo. Julian joint nog even. En ik heb dus 2 soorten ijs genomen. En nu kan ik zoveel mogelijk aan mezelf geven. En nog een klein beetje aan hem. Want die 2 hele bak ga ik nooit op kunnen. Dat weet ik gewoon van mezelf. Oké, Anthony, focus eerst op dit. Even een klein boertje. Hoop ik klein. Oh. Weet je waar ik zin in heb? Groene thee. Want het is gezond. En misschien gaat het nog helpen met mijn vertering.
7000 calorieën. En ja, dit is een 10.000 calorieën challenge. Maar 7000 calorieën is nog steeds heel veel, mensen. Echt waar. Oké, het is nu 22 over 9. Julian komt zo mijn kant op. Ik ga even uitbuiken en ik ga een theetje maken. En ik zie jullie over een klein uurtje. A few moments later. Ik wou heel even iets met jullie delen en dat was mijn buik. Holy shit. Ik ben echt een beetje zwanger. Dit is echt niet normaal. En dat kwam ook omdat ik net nog even wat meer water ging drinken. Nu zet het echt uit opeens. Dus nu zit ik echt best wel vol gewoon. Dus dit wordt gevaarlijk. Het is niet alleen dat ik geen trek meer heb. Nee, mijn maag is ook gewoon vol. Ik snap het wel een beetje. Want ik heb die Big Mac en die McChicken en deze chips best wel snel achter elkaar gedaan. Ik heb hier nu thee liggen. En na die thee ga ik weer wandelen. Want ik moet gewoon. Ik moet gewoon. Maar ja. Ik heb nog een klein uurtje. Jongen. Ik wil een beetje honger, ja. Maar, jij niet helaas. Nee. Wauw, ik heb het zo zwaar. En hij heeft nu honger. Hij is net naar me toegekomen. Ik had nog 2 thee gedronken. Ik heb met hem gewandeld. Ik ben net dood gegaan op de wc. Ik heb het echt zwaar, jongens. En ik moet nog 3000 calorieën. Dus dat wordt 1 grote zitting. Het is nu 5 voor 11. Hij gaat heel even wat eten dus bij de Mac. En ik ga even tanken. En als we terug zijn, ga ik ervoor zitten. Ik heb er eigenlijk... Nee, geen zin in. Wow. Mackie! Wakker! Hola. Jou zie ik vaker, hè? Ja, dankjewel. Oh yeah. Ik ga haar echt eens een keer versieren. Mijn geintje. Het is 23:43. En ik ben misselijk. Nou, daar gaan we dan, jongelui. Om 7 over 2 begon ik eigenlijk de challenge. Ook al was het van plan om 2 uur te beginnen. Dus geef me even kleine 20 minuten. Of een klein half uurtje. Om deze dingen helemaal weg te werken. Nou, ik was laatst jarig en ik hou al van vanille, dus ik ben wel benieuwd naar deze birthday cake. Ik gun wel even een hapje nog naar Julian. Oké, gaan we dan. Oh my god, this is real nice. Hier ga ik echt even voor lekker. Wow, dit is echt lekker, man. Oké, we hebben een probleem. Gaat me niet lukken. Dit gaat me niet lukken. Maar ik ga toch nog even door eten. Tot 12. Gewoon tot het wekkertje gaat. Normaal zou ik denken, shit, deze wekker. Maar nu ben ik blij. De challenge is over. Ik ben echt een mislukkeling. Nee, ik ben gefaald. Alsjeblieft, man. Kom er lekker bij zitten. Ik heb even 100 gram ingevoerd voor die ijs wat ik net heb gegeten. Misschien heb ik wel meer gegeten, maar wat maakt het eigenlijk ook uit? Ik zit op 7206 calorieën. Dus ja, nog niet eens op 3/4. Ik had het veel makkelijker geschat. Echt waar, ik had het veel makkelijker geschat. Maar helaas, ik weet niet waar het precies mis is gegaan, maar die kapsalon had me toch zo erg gevuld. Misschien had ik die challenge in een challenge niet echt precies moeten doen. Ach ja, dat is half leuk. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. En ja, ik moet echt weer iets verzinnen waardoor de challenge makkelijker wordt. Want ik heb echt veel moeite en deze was ook echt vet moeilijk. Maar eigenlijk als je erover nadenkt is het ook gewoon moeilijk. 1000 calorieën per uur. Maar ik vond het wel iets chiller opnemen. Want als ik 24 uur met die camera bezig ben en met het eten. Dat is gewoon heel zwaar voor je. Morgen ga ik even wegen. We kunnen eventueel de schade nu laten zien. Maar ik ben nu al minder erg dan toen net. Na die thee en die. Maar ik zie wel echt aderen en zo. 7000 calorieën in me. 7000 calories. Tot morgen. A little longer than a few minutes later. Oké. Ik ging net. Ik rende naar de wc. Mijn maag deed opeens heel gek. Ik dacht, nee, nu komt het. Maar het is nu iets van 35 minuten over 12. Ik snap er helemaal niks van.
ik heb nu het raam open. Beetje frisse lucht. Ik heb het al een keer eerder gehad bij de 10.000 calorieën challenge. Toen moest ik ook echt naar buiten voor frisse lucht. Ben ik met de hond naar buiten gegaan. Maar net was het nog veel erger. Ik weet niet wat er gaat gebeuren nog. Ik ben echt bang. Ik hou echt niet van overgeven. Ik heb maar 3 keer overgeven in mijn hele leven. Die milkareep verstopt. Ik kan ze niet meer. Ik kan geen eten meer zien, man. Ik durf het niet met de boeren. Of moet ik wel boeren? Ja, calorieën, jullie hebben gewonnen. Food. The food has won. The battle. Het is dus gewoon de realiteit. Ik moest bijna overgeven. Ik moet nu nog even een kleine wandeling doen om frisse lucht te krijgen. Ik ga zo nog onder de douche om me iets lekkerder te voelen. Allemaal. En voor maar 7000 calorieën. Ik kan er niet tegen. 7000. Ik ben gewoon niet tevreden. Maar wel qua mijn inzet. Ik heb echt niet meer kunnen geven. Misschien verkeerde voedingskeuzes. Ik weet het niet. Maar ja, wij gaan nog even wandelen. En zie jullie morgenochtend. Zo, het is de volgende dag. Ik wou als eerst even meteen gaan wegen. En ik weeg exact 90 kilo. Volgens mij woog ik gisteren 88,3. Je ziet het in ieder geval nu in beeld. Dus er is wel wat verschil. En ik heb buikpijn. Ik ging gisteren naar bed met buikpijn. Ik word wakker met buikpijn. Ik heb het meestal niet zo erg ervaard. Dus misschien ligt het aan in een korte tijd heel veel proppen. Misschien heb ik de verkeerde combinatie gegeten. Misschien was ik vandaag gewoon niet al te lekker of gisteren. Maar ja, dat was deze video. Ik hoop dat jullie hem alsnog leuk vinden. En ja, voor mij was het wel weer een hele opgave. Dus een like zou ik wel waarderen. Ben je nieuw op mijn kanaal? Vergeet echt niet te abonneren voor meer video's. Elke week algemene lifestyle, toffe video's. En meestal 1 keer per week ook gewoon handige tips qua fitness of voeding. Dat was deze video. Ik zie je graag terug bij de volgende. Later. Go! Yes, I did.